Dag beste kijkers, afgelopen avond en nacht was het wisselend bewolkt. Verspreid over de nacht ontstonden er enkele buien. De minimumtemperatuur varieerde van 4 tot 6 graden in het binnenland en van 8 tot 10 graden langs de kust. Er waaide een matige en aan de kust een krachtige tot harde noordwestelijke wind. Overdag was het wisselend bewolkt en vooral tijdens de ochtend ontstonden er enkele buien. Er waaide een matige en aan de kust een krachtige en af en toe harde noordwestenwind. De temperatuur kwam niet hoger dan zo'n 10 à 11 graden. Vanmiddag neemt de buiigheid geleidelijk af en krijgen de opklaringen meer de overhand. Vanavond koelt het af naar zo'n 7 graden en in de loop van de avond neemt de bewolking vanuit het noordwesten weer toe. Later in de nacht gaat het regenen. Er waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen overdag hebben we te maken met regen, morgenmiddag opklaringen en een maximumtemperatuur van zo'n 10 à 11 graden. Daar waait erbij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Dit was het weer, Karel van der Wouw voor Ikop TV vanaf de Sloterplas in Amsterdam-Osdorp.